Pieter is echt eigenlijk wel een typische jazzleraar. Een heel sterke persoonlijkheid. En aan de ene kant, als je dus gewoon goed met hem meegaat, dan kan dat echt heel veel opleveren. Maar je moet dus ook wel inderdaad af en toe eventjes omschakelen en zijn manier van denken aanpassen. Hé, maar rhythm sexy, ik hoor jullie niet. Ik moet meer paas horen. Nou, de eerste keer dat ik dus in de Jazz Focus Big Band ging invallen. En toen dacht ik van oké, nu ga ik dus voor de Pieter Guidi ga ik in de band spelen. Daar gaat hij dan en ik had er heel veel zin in. Toen dacht ik ook van wauw, alles wat hij zegt, dat zou ik willen opschrijven of zo. Echt, dat heb ik dus ook gedaan. Nou ja, ik heb toen echt heel vaak heb ik zo gezeten van bijvoorbeeld als er iets was over dat moest met een bepaalde intentie gespeeld worden. En dan was dan wel zachtjes, maar met intentie. Nou, dan komt dus een verhaal. Stel je voor, je bent in een camping en je zit in zo'n tentje. Het is 2 uur 's nachts, maar je bent verschrikkelijk boos op die ander met wie je in die tent zit. Maar de rest van die camping mag dus niks horen. Dus je bent verschrikkelijk boos. Dan speel je dus wel zacht, maar met intentie. En allemaal dat soort dingen, als je dat soort dingen zei tegen de band en zegt, dat wilde ik dan echt opschrijven. En ik heb heel veel gehoord en heel veel ook 10 keer gehoord. En dat is ook wel goed. Ja, het slijt erin. Ja, precies. Totaal, de workshops hebben 28 prijzen gewonnen. Maar ik moet ook zeggen, het is niet altijd dezelfde band. Ik bedoel, 18 prijzen Jazzmania, maar de Jazzmania Big Band verandert. Dus voor mezelf is het altijd een nieuwe ervaring. Omdat mensen zeggen, alweer een concours. Wauw, even zweten wat mij betreft. Ik ben altijd zenuwachtig, omdat voor sommige mensen, de meerderheid mensen, is het de eerste keer. Dus ik voel hetzelfde als mijn leerlingen, weet je, een studenten. Ik geef de impressie dat ik heel cool ben. Maar binnen, ik voel alles, omdat ik weet, alles kan verkeerd gaan, weet je. De jongens en meisjes, dat weten ze niet. Ik weet het wel. Ik begin met het bekendmaken van de finalisten. Dat zijn geworden. Jazzmania. Ik had Basin Street Blues bijvoorbeeld als solo en die gingen we in Hoofddorp spelen en dat ging gewoon helemaal mis. En dat begint dan bij één ding, namelijk dat ik mijn plunger mute was vergeten. Die lag nog in de kleedkamer. Stond ik zo en zei ik, ik ben mijn plunger vergeten, wat moet ik nou doen? En hij zegt echt precies na de laatste noot. Ik ga hem nog halen. Doet kut. En zo klaar. En dan stuk afgelopen, applaus. En tijdens dat applaus, oké, nu kan Basin Street Blues. Maar ik heb mijn plunger niet. Wat moet ik dan doen? Nee, stel je voor, joh. Ik bedoel, je moet dat stuk gaan inzetten. En dan is Jacob die de grote hoofdsolo speelt, die is opeens verdwenen. Nee, dan maar zonder. Dan maar zonder, ja. En dan toen werd ik ineens echt verschrikkelijk zenuwachtig. En daar ging het dus voor mijn gevoel echt helemaal mis. Op een heel belangrijk moment. Maar luister, waarom heb je de plunger niet gebruikt? Die lag nog achter. Huh? Die lag nog in de kleedkamer. Maar dat is niet slim. Nee. Maar hij is niet haatdragend of zo. Nee. Dit waait wel weer over. Maar goed, daar leer ik dus nu. Ik heb nu dus een heel groot, ik zit midden in een leermoment. Waarin ik dus nooit meer mijn plunger moet zal vergeten. Dan altijd mijn partijtje netjes bij me zal hebben. Ja, maar het is moeilijk. Ja, het is spannend. Ik zou niet beter kunnen proberen. Hey, bedankt. Dat is wat ik vind ook fantastisch van jazz. Iedereen is een soort time capsule. Je leert van andere mensen en je geeft het aan andere mensen. Om jullie wakker te maken. Buonasera, signorina, buonasera.
That's how they say goodnight in Napoli. Pieter legt heel veel nadruk op echt authentieke jazz. Je kunt van alles doen. Je kan van allerlei nieuwe en moderne dingen ertussendoor mixen. Maar het moet wel een goede reden hebben. En je moet altijd de basis, je moet niet de geschiedenis ervan ontkennen. En ik ben toch weer eens een beetje mijn Louis Armstrong en platen gaan luisteren. Pieter Guidi, van de jazz mania en jazz focus big bands, waar moet ik inschrijven? Of, Ja, ik kan met me meekomen. Hier? Ik heb ook wel een klein plaatje voor jullie. Hè? Spa-blauw of zo. Geen biertjes hier, hè? In de jazzmuziek, je leert stilistisch van veel mensen. Dan maak je je eigen ragu. Ik ben Italiaans, ik hou van spaghetti. Ik maak een ragu. Maar dat is een goed voorbeeld. Waarom? Omdat ik gebruik hetzelfde recept als mijn moeder. Maar mijn is heel anders. Ook met dezelfde ingrediënten. Het smaakt anders. En zo is het met jazz. Dus je krijgt iets van andere mensen en eindelijk je eigen stem, je eigen verhaal komt naar buiten. Deze is een hele nieuwe lichting muzikanten die allemaal via Pieter nu waanzinnige muzikanten aan het worden zijn. Joris Roelofs heeft bij hem gestudeerd en Ben van Gelder en die hele Jazz Mania Big Band. Dus ik denk dat als hij er nog een tijdje mee doorgaat, dat echt elke muzikant die via hem is doorgestroopt, dat die allemaal zijn stempel zullen hebben. Met de contacten. Enorm bekend binnen heel Jazz Nederland. Als je tegen welke docent op het conservatorium zegt: ik speel in de band van Pieter Guidi. Doen de groetjes nog. Hè. En echt allemaal. En daardoor krijgt hij ook zoveel voor elkaar voor de band. Hier dan. Wat mij betreft, een goede muzikus is iemand die speelt en zegt iets dat ik kan voelen. Hij kan het met één noot doen. Hij kan het met 100 noten doen. Gelukkig in jazz, de persoonlijkheid van iedereen is heel anders, weet je. Zo de klank van iedereen is anders. De verhaal moet ook anders zijn, weet je. En dat hou ik